Pegida, die extreemrechtse club islamofobe racisten. Heilig bloed. Varkensbloed. Die hebben aangekondigd onder het mom van het demonstreren een Koran te willen gaan verbranden in Rotterdam. En ook in Den Haag een islamofobe haatactie op touw te zetten. En ik kan echt niet begrijpen waarom in Nederland het verbranden van een Koran, een heilig boek voor 1 miljoen moslims in ons land, wordt gezien als demonstreren. Dat is niet demonstreren. Dat is haat zaaien tegen het geloof van 1 miljoen moslims. Dat is mensen krenken. Dat is mensen beledigen. Dat is mensen tot op het bot pijn doen. En daarom stel ik schriftelijke vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken. Want hoe kan het nou zijn dat we de rode loper uitrollen in Nederland voor een bende islamofobe racisten die moslims willen stigmatiseren en geen ruimte zien voor de islam in Nederland? Dat is niet normaal, dat is abnormaal en dat moeten we weren.